Dames en heren, DVS TV-kijkers, het ultieme moment. Het moment waarop DVS als eerste hier het veld op komt samen met Excelsior Maassluis. Ik wil ook zeggen, als eerste natuurlijk die wedstrijd in de topklasse. Ja, dat geeft toch wel een extra stukje ambiance, extra stukje spanning natuurlijk bij uw verslaggever. Bij mijn mede-verslaggever natuurlijk ook, André Kleermaker. We gaan duo commentaar doen. Op het moment dat André commentaar levert, ben ik ongetwijfeld met de radio in de weer. Radio Veluwe FM, Radio Nunspeet. Ja, DVS 33 is overal te horen vanmiddag. En natuurlijk ook te zien dankzij DVS TV. DVS TV vond dit belangrijk genoeg om de reis naar Maassluis te ondernemen. En we gaan hier hopelijk genieten van een mooie potvoetbal tussen DVS 33 en Excelsior Maassluis in een heerlijk weertje hier in Maassluis. Alle spelers staan klaar. De scheidsrechter staat klaar. Scheidsrechter van vanmiddag, de heer Van Wijk uit Nieuw-Lekkerland, blaast voor het eerst. De topklasse is begonnen. Pinacci, gelijk een hoge verre bal in de richting van Ali Akla. En Excelsior Maassluis gaat bouwen. Koert. Paast hem op Van den Berg. Gelijk enorm goed storend werk van Yassin Koert. Wat gaat er gebeuren? DVS gaat scoren. Yassin Koert legt hem af op Mike Arends. De verdediging van Excelsior Maassluis let helemaal niet op. En op het middenveld pakt Yassin Koert zeer goed die bal op. En brengt DVS hier op een volkomen onverwachte, maar heerlijke 1-0 voorsprong in deze wedstrijd. Wat is dit mooi, wat is dit mooi. Ik geef hem gelijk over aan mijn medeverslaggever André. Mike Arends met wat ruimte. Goeie bal op Ali Akla. Geen buitenspel, kan alleen doorgaan op de keeper. En hij gaat er langs heen. En ja, een doelpunt gemaakt door Ali Akla. Keurig de keeper gepasseerd. Op aangeven van Mike Arends. Geen buitenspel. En DVS komt in de 19e minuut op een 2-0, op een 0-2 voorsprong hier in Maassluis. Doelpuntenmaker Ali Akla. Scheidsrechter fluit. Daar komt de penalty. En oh, die keeper die pakt hem. Wat jammer dit. Je krijgt soms wel eens cadeautjes, maar je moet die cadeautjes natuurlijk wel uitpakken. Hè? Paul Epping heeft de muur neergezet. En dan gaat die vrije trap komen. En oeh, de bal in de muur op het hoofd van Joren van Zanten. En de bal is nog niet weg, nummer 6 daar. En nou geeft hij een penalty aan deze kant. Als je hem aan de ene kant geeft, geef je hem aan de andere kant ook. Dit is wel een schrikkelijk jammer natuurlijk. Reden daar slim, laat zich vallen. En krijgt de penalty. Gele kaart ook nog uitgedeeld aan een DVS'er. Ik heb niet gezien wie. Roald de Vries was de dader. Redert legde zelf de bal op de stip om deze penalty te gaan nemen. Oog in oog met Paul Epping. Neemt zijn aanloop. En daar komt die penalty. En hij tikt hem op de paal. En dit kan er ook nog wel bij, dames en heren. Een prachtige redding. Hij tikt hem op de paal. Ongelooflijk, wat een goede redding. Wat geeft dat ook dan weer een boost aan iedereen. We maken vandaag wel wat mee. Dit is een absoluut leuke wedstrijd. Veel leuke momenten. Inmiddels de corner. Corner wordt verdedigd door Pinacci. De speler van Maassluis kan de bal wel oppakken. De bal opnieuw voortbrengen. En daar heeft de keeper Paul Epping, die net een fantastische pingel pakte, de bal. DVS ongewijzigd aan deze tweede helft begonnen. Scheidsrechter geraakt geblesseerd op dit moment. Hij gaat zitten. Hij last van zijn enkel. Hij heeft verzorging nodig. Beetje gejoel natuurlijk van de tribune. Maar natuurlijk, een scheidsrechter kan ook geblesseerd raken. Meneer Van Wijk heeft het veld verlaten en is vervangen door de heer Bos, de vierde official.
Roald de Vries mag een ingooi gaan nemen. Mike probeert door te koppen op Kai Velda. Bal opgepakt door Marrero. Sterk aan de bal. Bal van den Berg in de richting van Oliveira. Overtreding gemaakt. Wordt genomen door Koert. Derks. Vincent van den Berg. Probeert daar Roald de Vries voorbij te gaan. Dubbele dekking daar. Komt daar toch langs. Nummer 17. Kan oppakken Derks. Kan doorgaan. Goed verdedigd. Ali Akla kan de bal oppakken. Kan hij daarbij? Nee. Verdediger, middenvelder zit er net voor. Dat is goed doorgaan van Ali. Nummer 4. Bal in richting van Kai Velda. Kan verdedigd worden door de verdediger van... Oh, een pittige botsing hier aan de... Door die nummer 15. Bruma gaat er fel in. Krijgt ook terecht de gele kaart in mijn ogen. In de ogen van de scheidsrechter ook. Ali wordt daar terecht even door de captain van DVS. Hé, hey, wat gebeurt daar? Daar wordt gewoon een stoot uitgedeeld door die nummer 15, Bruma. En nu ontspoort het hier helemaal. Ongelooflijk, er wordt geslagen en geschopt. Dit is niet echt heel erg... Hier gebeurt heel veel. Scheidsrechter, grijp in. Want dit is absoluut niet wat in de topklasse, thuis hoort, dames en heren. Wat hier allemaal gebeurt, dit hoort hier absoluut niet in thuis. Er wordt gewoon geslagen. Ik weet niet wat de scheidsrechter op dit moment gaat doen. Kopstoot. Een kopstoot wordt er uitgedeeld. Dit escaleert volledig. Inderdaad, die nummer 15 is helemaal weggeslopen hier naar de rechterkant van het veld. Maar die heeft een kopstoot uitgedeeld. Mike was het vecht, hè? Ja. Dit hoort natuurlijk niet thuis. De grensrechter gaat verhaal halen bij zijn grensrechter. Loopt terug. Dit mag niet ongestraft blijven, want dit is gewoon... Mike Arends wordt meegeroepen. Scheidsrechter wijst, zoekt er nog een. Nummer 20. Sefa Koert. Een rode kaart trekt hij uit zijn zak. Mike Arends rood. En Sefa Koert rood. Terwijl er een kopstoot uitgedeeld is door de nummer 15. Dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Bruma. Het krijgt... Het is 10 tegen 10. Ali Akla. Ali Akla neemt de bal aan. Zoekt zijn man op. Gaat de man voorbij. Gaat op 16 meter binnen. Jassi Koert kan de bal oppakken. Kai Velda. Maar die bal komt niet goed aan. Robby van den Ende. Naar voren. Op Moreira. Joran van Zanten. Op Roald de Vries. Roald de Vries in de richting van Kai Velda. Kan de bal niet onder controle krijgen. Pinasje kan oppakken. En daar kan Ali Akla de bal teruggeven aan Pinasje. En die gaat de 16 meter binnen. En daar komt die goal. Oh, en dan maakt Hens. Hij maakt Hens, scheidsrechter. Maar de scheidsrechter ziet het niet. Ongelooflijk dit. Dit is gewoon een Hensbal, scheidsrechter. Ik hoop dat die grensrechter nou eindelijk eens een keer gaat zeggen wat de waarheid is in deze wedstrijd. Hij gaat overleg plegen. Maar dit is duidelijk een... Vanuit deze commentaarpositie gezien, een hensbal. Wat een knotsgekke wedstrijd. Stuurt de spelers om zich heen weg. Nou,
ben benieuwd. Ze hebben aardig overleg nodig. Ongelooflijk dit. Scheidsrechter, grensrechter hebben overleg over deze vermeende hensbal. Ik kon het uit deze commentaarpositie goed zien dat hij de bal met de hand beroerde. De scheidsrechter komt teruglopen. Hij loopt naar de grens, naar de... Hij geeft gewoon een corner. DVS absoluut benadeeld. De aanvaller, de aanvoerder van, kan de bal voorgeven. En daar kan Joran van Zanten de bal wegwerken. Maar daar is die Moreiro en die schiet die bal erin en die bal valt. De aansluitingstreffer. Stefan Kruithof. Komt die bal die 16 binnen. De Moreiro. En die scheidsrechter geeft weer een vrije trap. Vasthouden van Edmund Meijner. En die krijgt daar ook de gele kaart voor. Draaide daar wel makkelijk weg. Opnieuw vrije trap. Excelsior Maassluis. De hoogte van de 16. Gevaarlijke vrije trap. Gevaarlijke plaats. Moreira achter de bal. Ook de nummer 8, Stefan Kruithof. Legt de bal nog eens een keer klaar. Scheidsrechter dirigeert de muur op afstand. Ik denk dat het Stefan Kruithof wordt. Of toch Oliveira. Stefan Kruithof met de vrije trap. En die schiet hem in de bovenhoek. Doodspeelmomenten zijn dodelijk in deze competitie in de topklasse. DVS van een ontzettende mooie 0-2 voorsprong. Wordt het teruggebracht tot een 2-2 vrije trap. Verzilverd door Stefan Kruithof, de nummer 8. De bal valt er overheen en dan komt Kai Velda met een heel benoel ruimte. En die schiet de bal in de handen van de keeper. De keeper kan hem redden en hem tot corner verwerken. Goeie aanval van DVS. Kans op de 2-3. Corner snel genomen. Op Roald de Vries. Kan hij die voorzet gaan geven? Achterin. Wie is daar achterin? Daar is Edmund Meijner. Kan de bal teruggeven. En daar is fantastisch. Daar Ali Akla. Die kopt hem daar keurig in. Op voorgeven van Edmund Meijner. Een prachtige goal. DVS gewoon weer op voorsprong. Dames en heren. 2-3. Fantastisch doorgegaan. De bal goed opgepakt door Edmund Meijner. En bij de tweede paal. Daar is Ali Akla. Met een fantastische kopbal kan hij hem er in het hoekje prikken. Stand Excelsior Maassluis, DVS 2-3. Rijko Epema, daar komt die ene opstomen. Die nummer 5. En daar valt die bal bijna net niet. En er wordt geen. En daar wordt die bal raar weggezet. En daar valt alsnog die 3-3. Mensen, ongelooflijk dit. Dit is ongelooflijk zuur voor DVS. In de laatste paar minuten van de wedstrijd geef je toch 2 punten weg. Ontzettend zuur op dit moment. Daar komt David van de Groep en die geeft hem daarop. Christian van de Kamp en die laat hem net iets van zijn voet afspringen. Dat hij kan afdrukken en op de goal kan schieten. Helaas kans voorbij. Christian van de Kamp loopt er nog wel op. En daar... fluit de scheidsrechter voor het eind van deze wedstrijd. Historie is er vandaag geschreven, dames en heren.